Je kijkt naar de eerste aflevering van Een Duik in de Kast van. Deze keer content creator Larissa Bruin. Je kan haar onder andere kennen van haar deelname aan het programma Celebrity Matchmakers. Wat ik altijd van Larissa heb willen weten is hoeveel heeft ze nou daadwerkelijk in de kast hangen? Want heb jij Larissa op Instagram al een keer in hetzelfde gezien? Let's find out! Dit is het. Wow, Larissa, zo groot. Speciaal voor jou opgeruimd. Ah, dat is goed om te horen. Ja. En wat is nou wel een beetje je favoriete rekje waar je vaak voor staat? Nou, ik denk dat dit wel is. Zit hier dan ook je lievelingsitem? Ik denk dat als het gaat om mijn lievelingsitem, wat ik in ieder geval het meeste draag, dat zijn wel echt deze schoenen. En ik vind ook zo'n enkellaarsje, oh je ziet het, deze heb ik laatst nog naar het strand aangehad, er zit nog zand op. Maar dit vind ik gewoon zo handig onder een outfitje om gewoon hem simpel, nou niet heel simpel, maar wel gewoon in één keer af te maken. En het heeft een beetje klasse, het heeft een beetje van alles, het is ook zwart. Ik hou ook echt van blazerjurken. Dus bijvoorbeeld deze, maar daar hangt nu ook nog iets anders bij, want je moet slim zijn. Bij elkaar hangen. Oh, zo'n blazerjurk als deze, of bijvoorbeeld deze blazerjurk. Ik hou ook echt van die kleuren, mooi. Weet je wel. En wat zou je er dan onder dragen bijvoorbeeld? Ik draag hier het liefste iets van over knee boots bij. Maar ik heb ook over knee boots hier dan allemaal, die zijn wat dieper weggestopt. Dit zijn maar je bent natuurlijk ook zo lekker lang. Dit staat jou heel mooi. Thanks. Ja, nou, ik vind het wel ook bij gewoon mij makkelijk. Is het tot... bij jou is het een... Is het maar over de head. Ja, grapje. Mag ik een beetje kijken dan in je lievelingsrekje? Jazeker, kijk maar even. Ja, is ook een van mijn favorieten. Je kiest wel mijn favoriet ook uit. Dit hoor. Is toch echt een lekker ding. Heerlijk. Wanneer zou je dit dragen? Op een date bijvoorbeeld of zo. Oh, je ziet hier trouwens dat dit er nog in zit. Wat is dat? Wat heb je gedaan? Nee, dat was mijn opname. Oh! Want jij hebt natuurlijk meegedaan aan het programma Celebrity Matchmaker. Klopt. En dit was een date. Dit was een date lookje, ja. En wat heb je eronder aan gehad? Het stomme is dat we toen gingen verven, dus er zit nog verf op. Ik heb hem ook niet eens. Ik moet hem dus echt nog even naar de stomerij brengen. Daar had ik nog geen tijd voor. Maar... En heb je nog lievelingsaccessoires? Oh, zeker. Ik ben sowieso echt fan van sieraden, ook van zonnebrillen. Ik vind accessoires sowieso, die maken je outfit wel af. Ik zie zelfs mijn nagels eigenlijk als een soort van accessoire. Kijk, deze zo. Bam. Ja. Toch? Dit is hem. Ja? Ik denk het ook. Even in de spiegel checken. Ja, ik vind het wel belangrijk dat een zonnebril ook wel een statement maakt. Zeg. Want anders dan valt het weg bij mijn haar of zo. Dus ze moeten niet te moet klein zijn. Ze moeten haar aankunnen. Ja, ze moeten mijn haar aankunnen. En mijn haar moet hun aankunnen. Dus het is een soort van samenwerking die ik altijd met zo'n zonnebril op mijn hoofd belangrijk vind. Maar is er ook een item in jouw kast, ook al zou iemand tegen jou zeggen, nou dat kan echt niet meer, dat moet weg. En dat jij denkt, nee, want dit is een mooi verhaal of dit wil ik bewaren en ga ik nooit wegdoen. Nou, ik denk dat er wel meerdere van dat soort items zijn. Sowieso ben ik best wel soms gehecht aan de verhalen achter een kledingstuk of zo. Ja. Maar bijvoorbeeld deze blazer is eigenlijk niet echt een blazer die voor mij is, überhaupt niet. Maar dit is een blazer die mijn broer droeg toen hij zijn communie ging doen en mijn broer is overleden. Dus dit is niet iets wat ik ooit weg zou doen, maar ik ga dit denk ik ook niet dragen. Terwijl het tegelijkertijd wel een blazer is die mij soort van zou passen, maar dan echt helemaal drie kwart. Ja. Hij droeg dit toen hij 12 was of zoiets. Ja, dus dit is echt een kledingstuk met emotionele waarde. Ja, ja, absoluut. Ja, absoluut. Mooi. Ja. Wanneer heb je dit aangehad? Wanneer heb je dit aan? Ik hou hier echt van. Ja, dit is leuk. Ook. Ik vind dat ook leuk, inderdaad. Dit heb ik ooit gedragen in Parijs. Ik ga zomaar even een dinsdagje mee door de Kalverstraat, denk ik. Maar ja. Is wel een lekker lookie inderdaad. Je pakt ze er wel uit. Ja, hoor. Hè? Nou, dit rokje doet me denken aan wat ik net buiten zei.
Want ik heb jou volgens mij nog nooit in hetzelfde gezien. Klopt dat? Draag jij dingen twee keer? Dat klopt denk ik inderdaad wel. Alhoewel, natuurlijk draag ik wel dingen twee keer. Maar ik probeer wel altijd om het dan op een andere manier te stylen. En ik denk ook niet dat ik gauw iets twee keer naar dezelfde gelegenheid zou dragen. Of naar dezelfde mensen of zo. Dan denk ik, ja. Oh nee, volgens mij heb ik dat al een keer gehad. Dan ga ik wel even weer iets anders proberen. En is het dan omdat je jezelf dat niet oké vindt? Of vind je het gewoon een soort schaamte als mensen je dan... Nou, ik heb daar wel een dingetje mee, ja. Ja? Maar ik vind ook, als ik dan zo kijk, denk ik, ik kan toch wel iets anders aandoen, weet je wel? Ja, dat is genoeg, ja. Zie je alsof het niet kan. Wat zou je aantrekken als je op date gaat? Ja, dan ga ik je geheimtje vertellen, want op een eerste date droeg ik eigenlijk wel heel vaak hetzelfde topje. Ja, ik weet het. Het is echt hilarisch. Maar dat maakt het dus wel echt super makkelijk. Want dan hoef ik gewoon niet na te denken. Ja. Ik weet precies wat ik aan ga trekken. Je voelt jezelf zeker? Ja, absoluut. Maar dan ben ik wel heel benieuwd waar het topje... Is hij in het romantische rek? Hij hangt in het romantische rek, zeer zeker. Nou, eigenlijk is het... Ik heb meerdere opties. Dit is dan zo'n top die je zeg maar van voren... Je kunt hem ook van je schouder af laten vallen. Ja. Dan wordt het net iets sexier. Dus voor na tienen dan? Na tienen, dan gaat dat schoudertje, die wordt dan gezien. En ik hou het wel best wel basic en classy. Maar wat zegt jouw kledingkast over je persoonlijkheid? Je bent heel vrolijk misschien altijd. Ja, wat denk jij dat het over mij zegt? Ik denk dat je echt een zonnetje bent voor de mensen om je heen. En dat je heel goed in het leven staat. Maar ik zie ook wel heel veel zelfverzekerdheid en kracht. Dus dat is wat ik zie aan je kleding. Maar je zegt het heel mooi. Ik hoor het inderdaad liever dan van iemand anders. Ik denk dat dat wel een hele mooie omschrijving is. Ja, ja en ja. Misschien ook wel... Ik denk dat je ook wel in bent voor een grapje of zo, want je Klopt. Bent wel lekker speels. En... Klopt, ik ben ook heel speels in inderdaad mijn persoonlijkheid, maar inderdaad ook wel qua kleding vind ik het ook leuk om van alles te proberen. Ja, ja. Nou, Larissa, ik heb echt een heel goed beeld van je kleding en je kast en ik vind het heel fijn dat ik even mocht kijken. En ik ben ook alweer door jouw kleding meer over jou te weten gekomen. Maar ik heb nog één vraag voor je. Wat is echt het ultieme item wat niet mag ontbreken aan een kast van een vrouw? Nou, ik mag er maar eentje kiezen dan zeker. Ja, jij wil natuurlijk nog wat hebben. Anders kan ik wel meerdere kiezen. Nou, ik denk dat elke vrouw sowieso wel echt een leren jacket nodig heeft. Ja. Ik denk niet dat de leren jacket ooit uit de mode gaat. Nee. Wat denk jij? Ik denk echt never. Dit is voor altijd. En ik vind wel dat je daar een goede van moet hebben. Deze vind ik zelf heel fijn, omdat het gewoon een wat rechter model is. Heel simpel, maar hij zit ook gewoon lekker. Die draag je ook vaak? Dan? Ja, draag ik best wel vaak. Ja, inderdaad, word ik heel vaak mee gezien. Dit is zo iets waarvan ik denk, ja, dat kan. Ja, maar het is gewoon een jas. Dat kan gewoon altijd. En dit is dan een wat meer uitgesprokenere versie daarvan, zeg maar. En daarnaast is een zonnebril natuurlijk ook wel heel belangrijk. Ik denk dat dat een must is erbij. En ook als je inderdaad, als je in mijn tassen gaat, dan zit er altijd een zonnebril in. Ja. Dit is dan voor mij wel echt mijn favoriete vorm. Dankjewel, Larissa. Ja. Echt leuk. Jij ook bedankt. Vond het leuk dat je er was. Nou, ik had het in ieder geval goed gegokt. Op Instagram zul je Larissa niet twee keer in dezelfde outfit zien. Ik ben meer over haar te weten gekomen. Haar kleding is net zo vrolijk als dat zij zelf is. Volgende keer weer kijken, want dan zie je Billy Rose, oftewel Rosanna. Tot volgende keer.